Like als je vanavond een fantastische droom wilt hebben en negeer voor een nachtmerrie. Ik zou liken, ik heb een hekel aan nachtmerries. Kijk, het is heel simpel. Blijf naar het midden van deze video kijken. Niet te veel knipperen, echt geconcentreerd, gefocust kijken. En zeg de letters die je ziet hardop. Wanneer de optische illusie klaar is en je kijkt om je heen, zou je de gekste dingen moeten waarnemen. Doe mee en laat in de comments weten wat jouw ervaring is. Oké, W, E, D. Kijk dus in het midden, O. Oh my gosh, N. Ik voel me heel raar, T. Dat ik hier in mijn eentje, 1. Op een kamer, I. Naar een optische illusie kijk, V. En gewoon keihard, E, I, de letters opnoem, N. Maar je moet dus echt, oh my gosh. Oké, het voelt nu al raar. Ik weet niet of jullie het ook hebben. Laat het maar, dat zit het. Opnoemen van de letters, dat is waarschijnlijk niet heel belangrijk. Het gaat voornamelijk om je ogen geconcentreerd op het midden houden. Maar de zijkanten, dus eigenlijk het buitenliggende gedeelte van dit filmpje, dat komt op mij al heel wazig over. Het is echt alsof ik in het midden van deze video word gezogen. Maar of je dit nou op je telefoon kijkt of op je computer, hou het echt zo dicht mogelijk bij je. Kijk goed in het midden en probeer om niet afgeleid te raken. En vooral dat is iets wat ik heel moeilijk vind. Oké, het is dus de bedoeling dat wanneer dit klaar is, en dat zullen we meemaken. Oh my gosh, het gaat ineens heel snel. Oh, ben ik de enige die dat had? Oh my gosh, het was zo eng. Het leek alsof er ineens een nitro boost werd geactiveerd. Oké, dus als het zometeen klaar is, dan kijk je om je heen. En als het goed is, beweegt het een en ander dan. Dit is letterlijk een optische illusie die op je brein inspeelt. Het is alsof er wordt gezegd, klik op het cirkeltje, klik op het puntje. En je kunt gewoon niet klikken. Het is alsof je brein een soort van shutdown krijgt of zo. Tenminste, dat is wat er staat bij deze video. Oké, kijk om je heen. Oh my gosh! Oh, mijn plafond heeft kronkels. Mijn plafond beweegt als een malle. Hey, dat is sick. Oh my gosh. Hey, dat is eng. Oh my gosh. Laat in de comments weten of jij dit ook had. Misschien als je dit op je telefoontje kijkt, dat het een minder heftig effect heeft. Daarom is het belangrijk dat je het dichtbij houdt en goed kijkt. Kijk naar het midden tot aan het einde. Oké, dus we moeten naar het midden blijven kijken. Dat is op zich niet heel lastig. Het zijn een soort van vier vierkantjes met op de achtergrond nog een keer vier grote vierkanten. Ik wou zeggen cirkels. Jop, het zijn vierkanten. Mijn brein is in de war, maar niet zo erg dat ik het verschil tussen een vierkant en een cirkel niet kan zien. Oké, dus ik kijk in het midden. En op dit moment gebeurt niet echt iets of zo. Ik voel me nog steeds een idioot. Ik heb nog steeds zin in chocolade. Ik heb nog steeds mijn wiskundehuiswerk niet gemaakt. Dus de wereld is nog niet zo anders als dat het hiervoor was toen ik er nog niet naar staarde. Oké, natuurlijk is staren nooit goed. Het is onbeleefd als je naar iemand gaat zitten staren. Maar dit is een optische illusie. En ik weet wat, ik raak afgeleid, man. Ik moet echt mijn ogen op het midden houden. Sommige mensen zullen deze video misschien interpreteren als saai. Maar het is ook niet echt een video waarin ik het allemaal heel snel wil laten verlopen. Het is echt de bedoeling dat je je focus op het midden van de video houdt. Dus in dit geval echt gewoon het midden van het beeld. Daarom dat mijn facecam waarschijnlijk ook niet te groot is. Het is belangrijk dat je niet afgeleid raakt. Je mag niet met je ogen ineens naar linksboven kijken. Of even naar je moeder kijken in de keuken of zo. Nee. Stay concentrated. Oké? Want we willen weten of onze hersenen inderdaad in de maning kunnen worden genomen. En voor de mensen zoals mij die bijna geen hersenen hebben, ik moet nog beter mijn focus erop leggen. Oh my gosh, dit is zo intens. Oké, ik moet zeggen, ik vind het altijd leuk om dit soort experimentjes te doen. Op school heb ik het eens een keer meegemaakt dat we met onze tong een experimentje deden. Dat als je een bepaald soort metaal of zo tegen je tong houden, dan proefde dat heel zuur of heel zoet. Het was heel raar. En oh my gosh. Oh. Oh. Mijn lampen kantelen. Ik zweer. Mijn lampen gingen even zo. Oh. Mijn hart gaat 10 keer zo snel. Het is alsof ik een marathon heb gelopen. Oh, dit is raar. Of heb ik gewoon te zwaar ontbeten? Dat kan ook. Nee. Het bewoog echt. Oké. Kijk naar het midden van het scherm. En als je daarna wegkijkt, zou heel je wereld zich moeten verkleinen. Dus zeg maar, stel voor je hebt een zusje naast je op de bank. Niet naar haar kijken. Kijk eerst hiernaar. Want als je zo meteen naar haar kijkt, verkleint ze ineens. Is het ineens een kabouter of zo. Oh my gosh. Ja, ik ben echt zenuwachtig. Oké, wacht. Ik vind het zo creepy. Echt, tot nu toe hebben allebei de optische illusies bij mij gewerkt. Dat idee heb ik tenminste. Want toen ik om me heen keek, gebeurde er wel degelijk iets met mijn visie wat er normaal gesproken niet gebeurt. Het is een beetje te vergelijken met als je zeg maar... Ik heb geen vergelijking. Ik wou zeggen wagenziek bent, maar dat voelt vooral heel erg naar. Dit voelt niet per se naar, dit voelt meer bijzonder. Dat is denk ik het juiste woord om het mee te omschrijven. Oké, ik kijk nog steeds in het midden. Oh, ik vind het niet fijn. Oh, oké. Oh my gosh. Oké, nu vind ik het echt niet meer fijn. Mijn ogen die raken echt een soort van in de war. Het is zeg maar als zo'n snoepautomaat die op tilt slaat, weet je wel. Dat er ineens niks meer uitvalt. Dat hij gewoon even niet meer weet wat hij is. Ben ik een snoepautomaat? Ben ik een paardenmanege? Dat is het idee wat ik nu heb. Dat is het idee wat mijn hersenen hebben. Kijk, sowieso vind ik alles wat met hersenen te maken heeft interessant. Misschien omdat ik ze niet heb, weet je wel, maar er is een soort van iets wat ik er interessant aan vind. Vooral wanneer mensen er heel veel over kunnen vertellen. Dat bijvoorbeeld pijn eigenlijk gewoon signalen zijn in je hersenen. Noem het allemaal maar op. Oké, kijk weg nu. Oh. Wat? Hé, hey, dit is...
Dit is lijp. Alsof je zeg maar naar achteren rijdt in een tunnel. Slechte uitleg, Job. Maar dit is insane. Oh, besef als dit effect nooit meer weg zou gaan. Dat is echt vreselijk, hè. Kijk naar het midden van het scherm. En kijk pas weg wanneer de video dat aangeeft. Oké, we kijken. Oh, deze vind ik naar. Deze vind ik nu al naar. Oké, trouwens, stel voor je wordt iets misselijk of zo hiervan. Dan moet je natuurlijk niet verder kijken. Maar meer van, dit zou allemaal heel normaal moeten zijn. Niet gevaarlijk, wat dan ook. Het zijn gewoon optische illusies, you know. Soms heb je zeg maar van die plaatjes. En dan kun je er twee dingen in zien. En hetgeen wat je het eerst ziet in het plaatje, dat zou dan je persoonlijkheid omschrijven. Nou, in hoeverre dat echt is, dat durf ik niet te zeggen. En dan heb je bijvoorbeeld een man en een vrouw die elkaar een kus geven. Maar tegelijkertijd kun je er bijvoorbeeld ook een hond in zien. Klinkt bijna als een belediging voor die man en die vrouw die elkaar kussen. Maar meer van, you know what I mean. En dit is een beetje hetzelfde. Het is een soort van je brein of je ogen. Die sturen denk ik heel snel signalen naar je brein. En vervolgens als je dan wegkijkt, moet die schakeling worden gemaakt. Dat je niet meer met je hoofd in dat wereldje van die optische illusie zit. En dan gaat het in elkaar over. En dan gebeurt het dus allemaal vreemde shizzle. En dat is tenminste een beetje hoe het op mij overkomt. Oké, ik blijf gefocust. Ik ben wel lekker aan het doorbrabbelen natuurlijk. Want het blijft een video. Ik bedoel, als ik niks zou zeggen, kan ik net zo goed gewoon het linkje op mijn YouTube kanaal plaatsen. Van hey, check dit. Dus ik probeer er wel echt een reactie bij te geven. En te laten weten hoe het op mij overkomt. Als ik gewoon de instructies volg van deze optische illusie. Want dat is heel belangrijk. Dat je dus wel luistert naar wat het filmpje tegen je zegt. Oftewel, focus op het midden en kijk pas weg wanneer dat mag. Ga ik zo meteen doen. Ik ben nog steeds lijp gefocust. Ik zie op dit moment alleen maar het vierkantje in het midden. Ik zie bijna niks meer eromheen, omdat ik zo gefocust ben. Oké, daar gaan we. Ik ga bijna. Oké, ik word echt zo zenuwachtig. Want die vorige twee of drie, die waren echt heel eng. Oké, kijk weg nu. Oh my gosh. Oh, ik vind het niet fijn. Dit is zo creepy. Oh, er zit een spin boven op mijn plafond. Oké, dat is minder lijp. Dat is wel echt, toch? Oké, dit zou de allerengste moeten zijn. Kijk naar het plusje in het midden. En als je dan zometeen wegkijkt met je hoofd, dan zou er dus iets gebeuren. Ik denk trouwens dat als je dit in het donker kijkt, dat het niet zoveel zin heeft. Like, stel voor je hebt je kamer met licht uit. En je ziet dus eigenlijk alleen je telefoonscherm die opgehelderd is. En je kijkt om je heen, dan is het alleen maar zwart. Dus dan kun je niet echt iets zien bewegen. Oh, besef dat als je dit in VR zou doen, met een virtual reality bril, en je zou dan die bril afdoen. Want zeg maar, nu heb ik natuurlijk nog wel, ik zie daar mijn lampen staan, ik zie mijn microfoon hier staan. Ik bedoel, ik ben gefocust op het midden, maar je hebt natuurlijk een bepaalde lens als oog, zeg maar. Klinkt heel raar alsof je oog een camera is, maar meer van, ik kan nu wel mijn hand hier zien bewegen, ook al heb ik mijn focus op het midden van dit filmpje liggen. Dus ik denk dat als je dit zou kijken met een VR-bril op, dat je er letterlijk in zit en je doet heel snel die VR-bril af wanneer de optische illusie voorbij is, dan is het denk ik echt heel erg trippy. Maar oké, we kunnen wegkijken. Oh, deze is het ergste. Oh! Oké. Focus je op het midden van deze optische illusie. En als het goed is, kun je dan zometeen het verschil tussen een stipje en een vierkantje niet meer zien. Dat staat er in de beschrijving dan tenminste. Ik geloof er niks van. Er zijn wel mensen die beweren dat wanneer je deze optische illusies hebt gekeken, dat je niet meer op een stipje kunt drukken. Dus stel voor je ziet ergens een stipje staan, dan lijkt je hoofd dat niet te kunnen verwerken als een stipje. En dan lukt het je niet om erop te drukken of klikken. Misschien dat ik dat wel probeer zometeen. Maar in eerste instantie ga ik er gewoon vanuit dat ik mijn focus op het midden van deze video moet houden. En dat er dan zometeen iets zal gebeuren met mijn kijk op de wereld. En misschien dat ik wiskunde ineens snap. Wauw, dan moet het wel een hele goede optische illusie zijn. Als een optische illusie ervoor kan zorgen dat ik wiskunde begrijp, nou, dan is het een award-winning, een Emmy-winning optische illusie. Oh, maar ik vind het leuk, weet je. Ik hou van experimentjes. Zeg maar, vroeger met scheikunde hadden we een leraar en die vroeg altijd om je heen kijken nu. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Ja, misschien kan het komen omdat ik een verhaal aan het vertellen was. Misschien moet ik gewoon mijn mond houden. Vind je het irritant dat ik praat? Zet gewoon de video op stil. Oké, we moeten blijven kijken naar het witte stipje in het midden van deze optische illusie. In ieder geval, we hadden een scheikundeleraar. En die vroeg altijd of er een vrijwilliger was om zich op te werpen voor een experiment. En echt, alle leerlingen die waren altijd bang, weet je wel. Soms was het een keer insecten eten. Serieus, niet levend, maar meer van gewoon eetbare insecten. We hebben eens een keer olifantentampesta gemaakt. Dat is een experiment waarbij je eigenlijk een mega schuimexplosie teweeg brengt. En echt niemand in de klas was zo van: ik wil mijn leven opofferen. Maar dit super be like. Ik wil mijn leven opofferen. Ik weet niet, man. Ik hou ervan. Maar ik vind het altijd leuk om dingen te doen die buiten mijn comfortzone liggen. Ik ben altijd de eerste die heel spontaneous, dus heel spontaan zou zeggen: laten we daar naartoe gaan. En 9 van de 10 keer is het niet slim. Dus het is goed dat ik mensen om me heen heb die mij soms een beetje dimmen. Die zeggen: hey, you know, misschien moet je even nadenken voordat je dat doet. En natuurlijk moet je nadenken voordat je iets doet. Maar uit mijn ervaring zijn de gekste dingen in mijn leven wel gebeurd omdat ik gewoon spontaan iets besloot te doen. En dat is leuk, weet je. Zo heb ik ook de meeste mensen in mijn leven ontmoet trouwens. Dat is een leuk feitje. Geen idee waarom ik over mijn levensverhaal praat tijdens het kijken naar optische illusies. Maar mijn naam is Dutch Schuber en ik ben een idioot. Oké, focus ligt nog steeds op het midden. Ik heb niet echt het idee dat deze iets met mij doet. Ik zie eigenlijk gewoon een mega spin die aan het ballet dansen is. Ben ik de enige? Oké, nu pakt hij me wel. Oké. Zeg maar, geloven jullie in. Hoe noem je dat nou? Dat iemand in een kikker of in een koe verandert ineens? Hypnose. Geloven jullie in hypnose? Laat het in de comments weten. Dat zou ik overigens wel eng vinden om mij mee te doen. To be honest, like. Stel voor iemand zegt: Job, je bent een kip. En ik word ineens nooit meer Job. En ik ben altijd een kip. Dan moet ik een video maken. Dan zeg ik: dat betekent like de video in kippentaal. Ik heb geen idee wat ik zeg. Laat in de comments weten. Moet ik ooit hypnose in een video proberen? Dat zou wel super grappig zijn. Bij genoeg likes doe ik dat. Nee, dat doe ik niet. Oké, misschien wel. Oh, oké, deze die werkt. Deze werkt.
Deze werkt. Misschien moet ik naar mijn hand kijken zometeen. Oké, de allerlaatste. Kijk naar het midden. Kijk naar het rode vierkantje. En laat zo in de comments weten wat jullie ervaring is. Hebben jullie het idee gehad? Oké, je moet het wel goed doen, hè. Ik wil geen reacties van mensen die gewoon even naar links keken, de tv hebben aanstaan en dan toch met hun ogen. Het is belangrijk dat als je het effect wilt krijgen, dat je dus om je heen kijkt en dat dingen een beetje zo wavy en rommelig zijn, dan moet je echt in het midden van het filmpje kijken. Kijk weg. Oh, deze werkt. Oh, deze werkt lijp. Het is echt leuk ook om gewoon naar de meest basic dingen te kijken. Ik kijk echt zo naar mijn lamp van, wow, lamp. Je beweegt. Oké, kijk naar het rode puntje midden in beeld. Ik ben heel erg benieuwd. Moet ik ook eens een keer reageren op optische illusies? Dat is eigenlijk denk ik wat anders dan dit. Optische illusies is meer dat iets er anders uitziet dan dat het is. Dus dat je bijvoorbeeld 3 vierkantjes naast elkaar hebt staan en dat je dan de indruk hebt, of dat je hoofd zegt van, hey, het middelste vierkantje is veel groter. Terwijl ze eigenlijk alle 3 even groot zijn. Of dat je bijvoorbeeld een, oh my gosh. Hé, dit is een stilstaand plaatje, of niet? Wow, dit is lijp! Ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar ik heb letterlijk... Ik was aan het praten, toch? Dus het kwam even wat later binnen, maar die olifant ging zo. Hé! Hey. Oké, kijk naar het midden. Deze keer hou ik mijn grote mond dicht. Oké, dus zometeen krijgen we als het goed is een heel doodnormaal plaatje te zien. En als het goed is gaan we daar dan allemaal rare bewegingen in zien. Puur omdat onze brein nog bezig is met het verwerken van deze rare statische... Ja, wat kan ik zeggen? Monotone beweging wellicht. Oh, dit is so interesting. Ik wil echt eens een keer meedoen aan zo'n programma waarin iemand gewoon... Oh, deze dame! Wow! Wat? 2 seconden lang, hè? Ging ze lijp? Ik kan me best voorstellen dat veel mensen dit op hun mobiele telefoon kijken. En bij die mensen zou ik echt willen aanraden om echt hun telefoon dichtbij te houden. Dat je dus niet, zeg maar, ook nog de bank in je woonkamer ziet staan of de lamp. Maar dat je echt puur het midden hiervan ziet. En ik denk wel dat als je het kijkt in een ruimte waar het dus niet pikkendonker is, want dan kun je het effect zo meteen niet hebben wanneer je om je heen kijkt, maar waar het gewoon wel schemerig is, dus niet te licht, dat het nog beter werkt. Kijk, ik heb hier 2 grote studiolampen op me gericht staan. Die waterval die bewoog. I can assure you. Die waterval bewoog. Oké, focus weer op het midden. Maar in ieder geval, ik heb 2 studiolampen voor me staan. Dus misschien dat het daarom bij mij wat minder werkt. Oh, deze is naar, man. Weet je wat echt naar is? Ik besef me ineens wat echt gewoon killing zou zijn. Stel voor, je checkt dit. En je bent autoziek, toch? En je checkt dit terwijl je achter in de auto zit. Oh, wat erg. Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar wagenziek zijn, dat is 1. Maar als je op je telefoon gaat en je hebt last van wagenziekte. Oh, dan word je misselijk, jongen. Dat is niet te... Dit was echt de ergste tot nu toe. Oké, ik wil iedereen aanraden om deze nog een keer te kijken. Deze was bij mij echt heel erg. Ik maak geen grap. Ik zag ik geloof dit niet. Ah, jawel, het plaatje staat letterlijk de hele tijd stil. Deze wil ik nog 1 keer doen. Kijk allemaal in het midden van deze optische illusie. En zometeen krijgen we dus een plaatje van een waterval te zien. En bij mij, als ik puur voor mezelf spreek, wat ook alleen maar kan, zag ik echt alles lijp bewegen. Oké, dit is de laatste om het mee af te sluiten. Bij genoeg likes, misschien eens een keer een hypnose video. Of in ieder geval een video met meer optische illusies. Plaatjes. Sick hoor, echt, dit is lijp. Like voor meer, ik zie het verschil niet meer tussen een stipje, een puntje, een vierkantje en een driehoek. Ik ben in de war. Adios.